Ik sta hier met Imke van Genderen, point guard bij onder 20. Imke, we gaan ruim een jaar terug in de tijd. Je was point guard bij dames 1 en onder 20. Je speelde met onder 20 de Final Four tegen Grasshoppers. En ergens in het eerste kwart gaat het mis. Wat gebeurde er? Nou, het was echt in het eerste kwart, misschien de eerste 2 minuten of zo. En ik was gewoon aan het verdedigen en opeens, de spits ging naar de basket. Mijn knie bleef staan en ik weet niet precies wat er gebeurde, maar ik voelde gelijk, het is niet goed. En ik hoorde ook, iets knappen, dus ik dacht, ja, weet je, het is niet helemaal goed. Ik heb nooit echt een heftige blessure gehad, dus was wel de eerste keer dat er gewoon is wel echt goed fout dit. Ja. Ja. Toen zat je daar op de bank en beetje bij beetje zag je jouw team verder achterkomen. Wat ging er door je heen? Nou, allereerst baalde ik inderdaad gewoon omdat we als team niet de finale gingen halen, want dat zag je wel gebeuren. En later kwam ik ook wel beseffen dat ik dacht van, joh, stel je voor dat er wel iets heftig met mijn knie is, dan zit ik daar volgend jaar mee. Terwijl ik in het begin dacht van, joh, er gebeurt wel iets, maar weet je, het kan altijd nog meevallen. En uiteindelijk, einde van de wedstrijd, hadden we toen veel publiekswissel ook, omdat heel veel mensen weggingen bij ons team. En toen was het meer een beetje van, ja, toch echt het seizoen afsluiten in die wedstrijd. En maar verder zien wat met mijn knie gebeurde. En het seizoen was toen over. Ja. En wat was precies aan de hand met je knie? Ik hoorde het een paar weken later of zo. Er is MRI gemaakt en mijn voorste kruisband was afgescheurd. Ze dachten dat er nog wat meniscusschade was. Maar uiteindelijk was het prikkend kaakbeenschade te zijn. Veel kapot in mijn knie. Ja. We zijn nu een jaar verder. Wat heb je allemaal gedaan in het afgelopen jaar om weer terug te komen? Ja, ik heb heel hard getraind bij Michael. Ik weet niet of mensen hem kennen, maar bij Michael kom ik niet voor je plezier, zeg maar. Ik werd helemaal afgemaakt elke keer. 2 keer per week ging ik naar Michael. 2 keer per week fitnessde ik nog daarnaast. En ik was eigenlijk gewoon evenveel mee bezig dat ik normaal trainde. Wel een hele heftige periode, ook omdat ik gewoon... Je bent heel veel alleen bezig, terwijl je normaal met je team bezig bent. En het revalideren moet je toch echt alleen doen. En met elke keer in de fitness ben je alleen, elke keer bij Michael ben je alleen. En dat is wel heftig. Dus het was een eenzaam jaar eigenlijk. Ja, in die zin wel een klein beetje, ja. 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 Hoeveel uren ben je bij de fysio geweest, denk je? Bij elkaar, ja. Ik heb geen uitspraak over te doen, maar zeg, laat zeggen 2 keer per week. 2,5 uur, reken maar uit. Daar kom ik later op terug. Nou, en dan na een heel seizoen aanmoedigen en daar waar nodig je teamgenoten oppeppen, mag je eindelijk zelf weer minuten gaan maken. Ja. Hoe voelde het? Ja, ik moet zeggen, heel raar, want je anderhalf jaar heb je niet op het basketveld gestaan. Ik heb wel wedstrijden meegedaan, ik heb wel op training meegedaan, maar wedstrijden spelen toch heel anders. De eerste paar minuten ging echt alles nog een beetje langs me heen. Ik dacht, oh, verdedigende, mijn man ging wel daar voorbij, alles. Maar langzaamaan ben je er ook wel weer een beetje aan. En het is natuurlijk ook gewoon een kwestie van opbouwen, nu 2 minuten, elke keer weer meer. Dus, maar ik heb er echt zeker van genoten. Zo leuk om weer met je team op veld te staan, al het publiek was heel leuk. Zoveel mensen waren echt heel leuk. Ja, het was echt een warm welkom, hè? Ja, zeker. Slingers echt. En alles, nog net geen fanfare. Ja, typisch binnenland ook, ja. Ja, heel erg leuk. Ja. Je was een hele belangrijke speelster bij onder 20. Legt dat extra druk op je? Ik denk dat ik vooral mezelf die druk opleg. En dat andere mensen nu van buiten zeggen ook, joh, je moet gewoon plezier hebben. En dat heb ik vandaag ook zeker wel gedaan. Maar ik denk wel dat ik weer wel er naartoe wil dat ik een belangrijke speelster word. Dat ik een leider word in het team. Maar dat duurt ook weer even, want je moet eerst wel op een oude niveau terugkomen. Ja. Mag ik je hartelijk bedanken voor dit interview? Zeker hartelijk bedanken. En Imke, wat hebben we? We hebben de bal en de winst en Imke terug in het veld. Yay!